Deze keer een filmpje over doordrukken en tegenhouden. En eigenlijk niet zomaar doordrukken en tegenhouden, meer iets wat enigszins geautomatiseerd is. En om dat te doen ga ik gebruik maken van het masker in combinatie met afbeelding toepassen. En ik ga alles opnemen in een handeling. Een handeling, daar heb ik al eens eerder een filmpje over gemaakt. Dat is een methode waarop je iets kunt automatiseren in Photoshop. En je vindt dat hierboven bij dit icoontje. Of eventueel, als je dat niet ziet, dan heb je hier bij venster staan handelingen. En ook onder de sneltoets Alt F9. En ik ga eerst dus een nieuwe handeling aanmaken. En die noem ik doordrukken en tegenhouden. Ik hang er in dit geval. Uh, ja, je kunt er een sneltoets aan hangen. Zeg bijvoorbeeld F11. En we drukken op opnemen. Nou, vervolgens zie je bij de handelingen dat er een klein rood bolletje loopt. Dat betekent dat de handeling aan het opnemen is. En in een notendop: alles wat ik nu ga doen in Photoshop, dat wordt opgenomen. En als ik het dadelijk stop, dan heb ik dat allemaal opgeslagen. Al die dingen. En dat is één grote handeling. En met een druk op de knop kan ik het dadelijk gewoon allemaal weer herhalen. De eerste stap die ik ga doen is zorgen voor de hooglichten. En ik ga gewoon een laag aanmaken met een volle kleur. En ik kies voor 100% wit. Ik druk op OK. En deze laag zet ik vervolgens weer uit. Want ik wil dat dit wit alleen toegepast wordt op de lichte delen in de foto. En dat ga ik doen in het masker. Dus ik klik op het masker. En ik ga hier een soort van zwart-wit kopie van de foto inplakken. En dat doe ik via afbeelding en afbeelding toepassen. En wat dit doet, het is eigenlijk een soort uh, berekening die die maakt. En die past hij toe in mijn venster. Je kunt hier gewoon deze waarde aanhouden. Dus overvloeien. Dat blijft op vermenigvuldigd staan. En de dekking op 100. En de laag is verenigd en de bron is je oorspronkelijke foto. Dus ik druk gewoon op oké. OK. En je ziet, ik krijg een masker erbij. En hou je nou de Alt ingedrukt en klik je op het masker, dan zie je alleen het masker. En dit is gewoon een zwart-wit weergave van mijn foto. Maar ik wil die witte kleur, die witte volle kleur, alleen toepassen op de hooglichten in deze foto. Dus in dit masker wil ik alleen de lichte delen wit maken. En dat doe ik met niveaus. De sneltoets daarvoor is Ctrl L. En je krijgt dan het niveauvenster voor je neus. En het enige wat ik doe eigenlijk is gewoon het zwarte naar rechts slepen. Niet helemaal. En het witte pijltje hier een stukje naar links. En als ik nu op OK druk. Wordt dit mijn masker? En dit is dus een masker waarin dus eigenlijk alleen de witte delen uh, laten zien wat er in de laag voor zit. En dat is die witte volle kleur. Ik ga nog een nieuw aanpassingslaag maken, wederom een volle kleur, en deze keer kies ik voor zwart. Ik zet hem weer uit en ik klik op het masker. Ik ga naar afbeelding, afbeelding toepassen, druk op oké. OK. En met de alt ingedrukt en weer op het masker klikken, ga ik dit aanpassen dat het alleen in de donkere gebieden plaatsvindt. Nou, en wat zijn de donkere gebieden? Precies, dat is het omgekeerde van de lichte gebieden. Dus in dit geval, ik maak het donker een klein beetje donkerder. En ik breng het wit deze keer gewoon helemaal de andere kant uit. En ik druk op OK. En nu zul je zeggen: van ja, maar de witte delen in het masker zijn toch geactiveerd. Klopt, is 100% waar. Dus in dit geval zijn eigenlijk de zwarte delen niet geselecteerd en al het andere wel geselecteerd. Dus als ik mijn selectie nu omdraai met de sneltoets Ctrl-I, dan zit het eigenlijk gewoon dik voor elkaar. En in dit geval kunnen dus beide lagen weer aan. En je ziet al een klein beetje wat er gebeurt. Als ik dan de onderste laag selecteer en die zet ik op bedekken, dan hou ik net iets meer detail. En als ik dan bijvoorbeeld de dekking eens terugzet naar, ik noem maar wat, 70%. En van de andere laag doe ik dat ook. Die zet ik ook op bedekken. En daar breng ik de dekking ook van terug. Nou, bij wijze van spreken ongeveer 50%. En ik selecteer deze twee lagen. En als ik ze dan in een groep zet, met Ctrl-G als sneltoets. En dan verander ik de modus naar zwak licht. Dan heb ik best een aardig effect, vind ik. En ik ga nog even terug naar de handeling. En je ziet alle stappen die ik gedaan heb, die heeft hij opgenomen. Dus ik druk op stop. Haal dit venster weer weg. Nou, en als ik hem nu uitzet, dan zie je best een verschil. En dit verschil heb ik dus opgenomen in een handeling. En als ik nu naar een andere foto ga, en ik ga terug naar mijn handelingen, en ik zoek hem bovenop, doordrukken en tegenhouden, dan zie je daar dus al die dingen bij staan. En je ziet ook dat er een sneltoets aan vast zit: F11. Dus als ik dit weghaal en ik druk op F11, dan worden al mijn stappen herhaald. En zijn ze dus ook toegepast op deze foto? En het ging eigenlijk misschien wel iets te snel voor je, maar als ik het uitzet of aanzet, dan zie je dus gewoon dat al die dingen gedaan zijn. Als ik de groep open, dan zie je dus gewoon keurig daar een zwarte en een witte laag tussen. En bijvoorbeeld ook op de kleurenvulling in de donkere partijen, dus gewoon een masker zitten. En zo ook op het lichte gedeelte. Dus op deze manier kan ik toch enigszins automatisch doordrukken en tegenhouden in de foto. Mocht je nou bijvoorbeeld niet helemaal happy zijn met het masker, zoals in dit geval. Dit is wel weer heel rigoureus. Nou, je kunt gewoon deze laag weggooien, het laagmasker. En je maakt er een nieuw laagmasker aan. En als je die ene laag even uitzet kun je zeggen van nou afbeelding toepassen. Prima. Alt ingedrukt houden. Ctrl-L voor de niveaus. En je kunt dan zeggen van nou weet je wat, maak hem eens op deze manier. En zo kun je toch nog gewoon een kleine aanpassing doen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.